beetje gevoel van weemoed. Dat is toch wel een beetje mijn kindje geworden. We nemen echt afscheid van een icoon in de Nederlandse luchtvaartgeschiedenis. We zijn hier omdat we in de laatste fase van het operationele leven van de Fokker 70 aangekomen zijn bij KLM Cityhopper. We gaan over naar een volledige nieuwe Embraer-vloot, een moderner vliegtuigtype. Het onderhoud van de Fokker 70 wordt wat duurder en de Embraer is een mooi vliegtuigtype die een stuk minder brandstof verbruikt. We vliegen nog tot 28 oktober met 7 Fokker 70's en daarna zijn de laatste commerciële vluchten klaar. Het eerste vliegtuig waar ik op ben opgeleid binnen KLM is de Fokker 70. Ja, en dat draagt toch een speciaal plekje in je hart. Wat zo kenmerkend is aan de Fokker 70 en aan de staart, is de zogeheten speedbrake. Die speedbrake aan de achterkant van de Fokker 70, die kunnen wij openklappen als vliegers. Daarmee genereren we extra weerstand. En als de verkeersleiding daarom vraagt, dan zouden we sneller kunnen zakken. Dat is een hele handige toepassing van de Fokker. Eigenlijk is de staart dus heel kenmerkend voor de Fokker 70. Een T-tail. Nou, als je naar de staart kijkt, dan denk ik dat je wel kunt afleiden waar dat vandaan komt. Het ziet eruit als een T. Nou, in 10 jaar hebben we veel vluchtjes met elkaar gemaakt. Ik heb weinig vervelende ervaringen met de Fokker 70. Hij heeft altijd goed trouwe dienst bewezen. Na 10 jaar vliegen op de Fokker 70 zie ik het eigenlijk ook wel als een soort kroon. Dat ik erbij mag zijn en dat ik het mag meemaken. Dat we op een hele goede en positieve manier afscheid van elkaar nemen.